Een groep van 50 mensen vliegt dinsdag 5 februari naar Italië. Daar gaan ze in Parma samen vergaderen, samen lunchen en dineren. En één keer hebben ze samen nog een uitstapje daar. 3 nachten slapen ze in een hotel en vrijdag de 8e februari komen ze weer terug. Kosten 50.000 euro, grotendeels op rekening van de provincie. Het is een snoepreisje van 50.000 euro naar Italië, Parma. Volstrekte onzin. Maar is het goed voor de contacten? Nou ja, contacten kunnen ook heel goed aangehaald worden op het provinciehuis. Mee op reis gaan 25 leden van het provinciebestuur en ambtenaren. De 25 andere gasten zijn nauw betrokken bij de veehouderij in Brabant, zoals medewerkers van de ZLTO. In Parma gaan ze praten over de toekomst van de veehouderijen in Brabant. En we doen dat in Parma om de doodeenvoudige reden dat daar heel veel inspiratie is te vinden op de producten die men al die afgelopen jaren heeft weten te vermarkten. Het product van Parma is bekend en wij willen ook in Brabant uiteindelijk een duurzame veehouderij met producten die wereldwijd bekend zijn. Het besluit om te gaan is al genomen, maar steeds meer partijen twijfelen of ze nog wel mee willen. Zoals de SP, PvdA, de Partij voor de Dieren en het CDA. En dat zegt, wij zijn erg ongelukkig met de reis. Vooral ook omdat de reis helemaal niet aansluit bij het programma. Wij gaan bij de gedeputeerden kenbaar maken dat we dit niet willen. En ook de oudere partij heeft twijfels bij de reis. Op Twitter staat 50 Brabantse bestuurders vergaderen 4 dagen in Parma. Kosten 50.000 euro. Normaal? Ik denk dat het provinciehuis in Brabant groot genoeg is om in alle rust daar te vergaderen. Het wordt zelfs nog verbouwd voor 33,5 miljoen. Laten we gebruik maken van ons provinciehuis. Elke vergadering kun je overal houden, maar het is juist die meerwaarde die we met elkaar zoeken. En u weet, als je op reis gaat, heb je al sowieso de meerwaarde dat je in meerdere uren bij elkaar bent dan alleen de kale vergadertijd. Het is niet voor het eerst deze week dat het uitgavenpatroon van de provincie ter discussie staat. Ook de 2 nieuwjaarsrecepties van de provincie roepen vraagtekens op. Het gaat om meer dingen als een nieuwjaarsreceptie van 28.000 euro. Wij vinden gewoon dat je in deze tijden waarin het allemaal wat minder gaat, waarin alle Nederlanders, alle Brabanders moeten bezuinigen, dat ook de provincie wel een stapje terug moet doen. Men gooit hier met geld en vraagt niet aan de Brabantse burgers wat men ermee wil. En dat stoort ons.